Ja, jullie hebben het natuurlijk ook weer gedaan, hè, vanmorgen. En weer draaien aan al die klokken. Ja, en gedoe en wekker. En voor je het weet sta je ergens op een stoel. En een wiebel, 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 wiebel sta ik stevig. Klok, hup, uur terug. En een hoop gedoe. En alleen dat al, ik weet het niet hoor, met die wintertijd. Maar ja goed, en die zomertijd. Maar ja, laat maar gaan, het is nou een keer zo. Ze veranderen het toch niet. Experts zeggen van, nee ja, wintertijd beter. Maar ze laten het zo. Nou goed, dus dan staan wij maar op stoelen te balanceren. En nog erger, als je de auto in moet, wat denk je daarvan? Oh, heb je die wel eens gedaan? En dan zit je in de auto en dan moet ik straks weer gaan doen. Oh. En dan na een kwartier, 20 minuten, je wordt zo kwaad. Je hebt overal op gedrukt en het doet het niet. Ja. En dan zegt Jut, die zegt ja, dan moet je gewoon het instructieboekje even goed lezen. Ja, die kan ik ook al niet vinden. Dus nou ja, goed, vrienden. Maar iedereen heeft het er nou over dan van ja, die klok gaat een uur terug. Maar zou het niet veel leuker zijn als we die nu veel verder terug zouden kunnen zetten? Gewoon zeg maar terug in de tijd gaan. Ja, 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 ja. Ja, zou dat leuk zijn? Dat weten we niet. Ja, maar ik heb altijd gedacht bij mezelf, zou het niet leuk zijn om de tijd even stil te zetten? Hoe? Niet achteruit, niet vooruit, maar gewoon stilzetten. Als je dat nou zou kunnen, daar heb ik wel eens over gedacht. En misschien jullie ook wel. En als dat zou kunnen, op welke leeftijd? Dat is dan de vraag. Welke leeftijd in je leven zou je dan de klok stil hebben willen zetten? Ja, ja, ja. En toen ik daarover dacht, toen kwam ik voor mezelf, toen dacht ik, 37. Toen ik 37 jaar oud was. Ja, dat was een mooie leeftijd, vrienden. Ja. Dan zit je midden in het leven, dan zit je vol in je carrière. Je bent fysiek ben je sterk en nog zo fit als een jonge ijsbeer. En je weet dat. Ja, en deze. Ja, dat gaat dan ook veel beter op je 37ste. Want daarvoor dan sla je alleen maar onzin uit, vrienden. Ja, ja, geen enkele ervaring, je weet niks. Je babbelt maar mee, je maakt maar geluid. Maar er komt natuurlijk nog geen verstandig woord uit. Maar ik kan me herinneren, rond mijn 37ste, toen dacht ik bij mezelf zo. En dan maakte ik wel eens een opmerking en toen dacht ik, ho, ho. Ho, 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 dat snijdt hout misschien. Ja, en je zag ook mensen soms dan wel eens knikken zo van, oh, nou, dat zou wel eens kunnen kloppen. Kijk, kijk, dat, dus 37, mentaal en fysiek, was ik toen zeg maar op mijn top. Maar ja, welke leeftijd hadden jullie graag willen stilzetten? Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, want ik zeg wel 37, maar jullie zeggen misschien wel nee, oh nee. 22, 24, 58, weet ik veel. Nee, laat het mij even weten, vrienden. Kijk, en zo wordt het toch nog leuk, die wintertijd.